We staan hier bij de Nicolaaschool in Os. Daar is vannacht brand uitgebroken. Wat heeft u ervan meegekregen? Ik heb vernomen op het nieuws in ieder geval dat achter de fietsenstalling is aangestoken en een rookontwikkeling is ontstaan in de sportzaal van de kinderen. Ja, de kinderen waren natuurlijk best wel aangeslagen, want die hadden toch zoiets van, hey, waarom? En we begrijpen het niet en ja, blijf gewoon van school af. Kinderen hebben al redelijk veel moeten missen met corona, dus dat is ook best wel ernstig. En we hopen gewoon dat het ophoudt. De afgelopen nacht heeft er een brand gewoed bij een basisschool in Os. Daar doen wij onderzoek naar, maar vooralsnog gaan wij ervan uit dat er sprake is geweest van brandstichting. En de afgelopen weken zijn er drie basisscholen slachtoffer geworden van een brand. In alle drie de gevallen gaan wij uit van brandstichting. En of daar een verband is, dat wordt op dit moment onderzocht. Zijn er camerabeelden? We roepen in ieder geval iedereen op die mogelijk beelden heeft om die met ons te delen. Daar gaan we natuurlijk actief ook naar op zoek. En alle beelden die eventueel binnenkomen, die gaan wij bekijken en kijken of daar iets op te zien is wat wij kunnen gebruiken. Hoe heeft u uw kind vanochtend naar school gestuurd? Eigenlijk best wel rustig, want ik was blij dat ik het wel had vernomen voordat de school begon. En ik heb het gewoon even aan haar uitgelegd en ze vond het niet zo leuk. Maar ze heeft eigenlijk prima gereageerd. Ja, we heen gebracht, ook meteen verteld, uitgelegd van wat er aan de hand is en wat er gebeurd is. En ze waren vrij ongerust en ik zei, nou ja, jullie zitten in ieder geval wel veilig. En het is gelukkig niet de school zelf, alleen de gymzaal is behoorlijk getroffen daardoor. En dat ze waarschijnlijk dus deze week sowieso geen gym zullen hebben. En dat was wel even schrikken voor ze. Het is natuurlijk niet de eerste brand. In korte tijd 3 branden op een basisschool. Ja, heel vervelend voor de kinderen vooral. En ik vind het, brandsteken is natuurlijk nooit goed. Maar ik vind het wel triest dat er eigenlijk kinderen ook mee worden belast. Zou niet nodig hoeven te zijn. Ja, is wel zorgwekkend wat dat betreft. Vraag je toch af wanneer de volgende school aan de beurt is, zeg maar. En zeker ook de geschiedenis hier in Os met het laatste aantal van die autobranden. Geeft toch behoorlijk wat onrust. Bij de mensen hier. Ik begrijp wel, dat nu is het dan de derde school, dat er wel meer angst ontstaat. Ja, inderdaad, voor welke school de volgende is. Naast de branden op scholen zijn er ook veel autobranden in Os de laatste tijd. Heeft dat nog iets met elkaar te maken? Ja, het is ons natuurlijk ook opgevallen, ook in de omgeving van een van de scholen, enkele branden. Dat alles, dat leggen wij op een rijtje en we gaan kijken of daar mogelijk verbanden zijn. Vooralsnog worden ze allemaal afzonderlijk onderzocht. En mocht het zo zijn dat er een indicatie is van een verband, dan zullen wij daar zeker dieper op ingaan. Het zou aangestoken zijn. Ja, wat doet dat met u? Ja, toch gewoon een beetje angst ook voor de kinderen. Je denkt van, hey, de kinderen zijn bang. En je vraagt je af inderdaad nog een keer waarom. We hopen gewoon dat er wel iets uit het onderzoek komt en dat er misschien iets op camera vast is gelegd of dergelijke. Je moet wel een zieke geest hebben om dit te doen uiteindelijk.